Yo -ho! Vandaag ben ik weer in mijn survival. Ook al bekend als ContentVeen. En we staan hier op mijn prachtige kasteeltje met heel veel beehives in mijn inventory. Dit komt omdat ik nog tijdens... Ik wilde mijn opname gestart en ik kwam nog allemaal bijenmeuk tegen. En ik dacht, jongens, dit moet gewoon even snel naar mijn nieuwe bijtjeshuis. Ik heb er nog geen echte naam voor, maar we noemen hem de krokante bij. Daar moet ik het heel even snel naartoe brengen. Hallo bijtjes, wat gezellig jullie allemaal hier weer te zien. Laten wij even die weghalen. Dan zo. Oh, even kijken. We gaan overal even van die dingen plaatsen. Hatsen, potsen, knotsen, frotsen, plukken, nukken, dukken, nukken, bukken. En dan die. En dan kom ik er één. Oh nee, niet. Ik kom er geen één tekort. Het komt gewoon precies uit. Nou, als je hier nu binnenkomt, jongens. Dan kom je maar... Als je binnenkomt... Dan kom je toch in een prachtig bijenhuis terecht. Samoei! Maar goed, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn editor heeft weer een leuke gift voor jullie warm gemaakt. En dat betekent abonneren, want als je het niet doet, dan komt hij je opzoeken. Toch, Sebastian? Ja, en anders zit hij straks nog onder je bed. Dat wil ik niet hebben. Exact. Er is gewoon nog meer. Er zijn gewoon overal waar ik loop door mijn kasteel, kom ik nog steeds bijenkorf tegen. Maar gelukkig komt René er een paar ophalen. Oh my days, wat zijn dit te veel. Oh my days. Gelukkig komt René er een paar ophalen, want ik heb er echt te veel, jongens. Maar voor nu is het tijd om onze spullen hier weer mee te nemen. Oh. Hey. Hey Rini, jij wilde bijen ophalen? Ja, je bent je kasteel binnen en je vliegt zo boven me. Oh, ja. Sorry, wacht, kom. Ik heb hier... Je mag zelf kijken hoe je het gaat doen. Maar je kan heel veel in huisjes meenemen. Dus hak die huisjes maar gewoon. Ja, met Silk Touch, ja. Anders gaan ze dood. Nee, nee, nee. Oh, echt? Ja, anders kan je ze niet hakken. Die dingen kan je gewoon hakken, hoor. Kijk. Ja, en met... Oh, ik heb Silk Touch voor mijn dinges. Ja, klopt. Hier. En dan hier heb ik er nog een paar. En hier, ik hak zo af voor je. Hoppa, 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 hoppa. Die mag je allemaal hebben. Oké, en dan daar zitten als goed is bijtjes in. Daar plaatsen wij die chocoboxen hier weer. Alle troepjes die we erin hebben. Slapen we even. En dan is het tijd om aan de prachtige klokkentoren te beginnen in de kerk. Zodat de hele buitenkant een keertje klaar is. Het gaat wel echt een taakje worden. Zeker omdat mijn steen zo goed als op is. Ik ga even kijken of ik wat cobblestone ergens kan halen. Oké, jongens, het wordt nergens verkocht. Dus ik kom maar hier even aan bij de jungle. Even kijken hoor. Met een mooie draak van René natuurlijk. Maar ik ga even bij Maurits en Mark een base kijken. Hoppakee, via de Star Wars deur naar binnen. En die hebben vast nog wel... Kijk, allemaal cobblestone wat ze niet gebruiken. Vinden ze vast niet zo erg als ik het gewoon even leen en nooit meer teruggeef. Ik geef toe, jongens. Ik ben gewoon aan het stelen. Ik ben legit aan het stelen. Ik weet het. Maar het maakt niet uit. Ze zoeken het maar uit. Hey, wat zijn ze aan het doen? Waarom heb je mijn skin? Dat deed je snel. What the fuck? Dat deed je oprecht heel snel. Hoe is het met jou, Justin? Goed. Ja, meedoen. Hallo. Ik ben niet. Wat zijn jullie aan het doen? Leer. Ik ben klaar voor de strijd. Welke strijd? Justin en ik gaan nog een keer de enderdragon verslaan. De meen je, jullie hebben de spullen daar niet voor. Echt wel, dat zie je toch? Ja, misschien wel, maar jij niet. Hoezo? Ja, bij mij dwarrelt daar alles nog rond in de lucht. Maar daar heb je van die endkristallen nodig. Ja, die hebben wij. Helemaal niet, laat zien. Nee. Goed zo. Doei. Wat is dat voor boekie? Wat zeg jij? Wat is dat voor boekie? Dat mag je ook niet zien. Geef een boekie. Nee, 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 die mag je zo meteen zien. Geef een boekie. Ja, je mag, ja, ik geef hem over... Oké, over 5 minuten krijg jij het boekje. Timer staat nu. Oké, shit, moet ik snel verder typen. Oké, tot zo. Ik wil heel graag weten wat er in het boekje staat, jongens. In de tussentijd gaan we 5 minuten werken aan onze kloktoren. Laten we beginnen met hem gewoon omhoog bouwen. Gewoon de hoogte in. En vanaf daar kijken we wel wat voor details we weer eraan toevoegen en zo. Hé, daar heb je hem. Hallo, Robin. Ik denk dat ze mijn aandacht willen. Althans, mijn aandacht. Dat ze willen dat ik naar beneden kom. Kom eraan. Oei. Hallo. 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 Wat is er? Kom binnen. In mijn huis. Hier woon ik. Ja, dat is goed. Ja. Is dit het? Waar is het altaar? Beneden bij Satan. Dan ga ik heel even naar beneden. Moment hoor. Hier is de ingang, jongens. Kom binnen. Hoi. Ja, kom binnen. Het altaar is hier. Ja, nee, yes. Hier aanbidden wij Michael van de M&M winkel. Oh ja, met een stuk vlees. Ja. Vlees. Oeh. Joop. Lees maar. Zo kom jij. Een hele goede dag, meneer Van Plakkers. Allemaal zonder hoofdletter. Of gewoon Walnut. Dat wel met hoofdletter. Wat het tegenwoordig ook is, het boeit me geen dobber. Hoezo dobber? Ja. Oké, lekker. We zijn alweer een tijdje bezig in ContentVeen seizoen 2. En wat is er al veel gebeurd en gebouwd? We hebben mensen zien komen en we hebben mensen zien gaan. Maar er mist nog iets in dit seizoen. Kan je al raden wat het is? Is het de schedel? Ik lees wel verder. Wij dachten we doen het anders dit keer. Dat was natuurlijk in seizoen 1. We gaan dit verbeteren zoals nooit tevoren. Alleen het duurt daardoor misschien wel nog even. Maar wie weet is het ook wel snel. Je kan er in ieder geval aan uitkijken, want het wordt episch. Wie heeft de episch geschreven? Episch. Hoe oud ben je? Legendarisch! Fantastisch mooi en leuk. Maar ook nog wel waarvan je denkt, ja, dit is ontroerend. Ja, heel leuk. Ja, oh, zo leuk. Kijkertjes, ook jullie zullen een rol gaan spelen. Dus dit wordt episch. Ja, leuk. Groetjes, je lievelingsopa's. Opa's, dus meer fout. Dus alle twee, ja, doei. Hoe kunnen ze helpen? Niet abonneren. Oh! Nee, nog niet. Helpen. Ja, nee, nog niet. Oh, dus nu kunnen we erheen. Nee. Nee. Nu moet ik nog even wachten, maar er komt een nieuw iets aan. En je mag niet op onderzoek. Als je toch iets vindt waar je denkt, nou, dan halen we het weg en dan doen we er niks meer mee. Oké. Ik zal niet op onderzoek gaan. Beloof het. Hij gaat op onderzoek uit. Ik ga niet op... Nee. Hij gaat op onderzoek uit. Hij gaat ik beloof het. Nee, ik ga niet op onderzoek uit. Jongens. Afgesproken. Flashback. Nee, dank jullie wel voor die Joop. Ik ga hem bewaren op een plek waar ik hem echt niet kwijt ga raken. Zo. Dank jullie wel. Ja, geen probleem. Ik wacht rustig af. Ja, geef het nog een paar maanden toch? Toch? Goede titel. Ja, daarom hebben we me weer mee geholpen, maar goed. Ja, dan kan ik weer een goede titel. Goed zo, jongens. Dit is lekker. Een paar maanden of wat denk jij? Een paar weken. Oh ja, is goed. Nou, oké. Ja. Ik ga niet op onderzoek, ik beloof het. Au. Ik ga boven slapen. A few moments later. Kunnen we helpen? Ja, jullie mogen helpen. Willen jullie echt helpen? Nee. Ja, rot dan maar op. Mijn huis uit. Mijn huis uit. Mijn huis uit. Mijn huis uit. Maar ik vond hallo, welkom bij McDonald's. Mag ik je bestelling opnemen? Ja, mag ik 26... Welkom bij McDonald's. Mag ik je bestelling opnemen? Hallo, ik was eerst. Sorry, even wachten. Hallo, welkom bij McDonald's. Mag ik bestelling opnemen? Oh, hallo, welkom bij McDonald's. Mag ik bestelling opnemen? Goeiedag, mag ik nu bestellen? Yes, kom binnen. Welkom. Hey, goeiedag, welkom. Kom binnen. We hadden een tafel voor twee gegeven. Ja, als u even 2 seconden heeft. Het is wel hol hier binnen, zeg. Ja, als u even geduld heeft en even gewoon wil wachten. Tosti hamkaas. En hij dekt de tafel over ons. Kijk hoe aardig. Ja, top. Nog wacht nog even! Oh! Jezus, die boze man. Ik zou graag ook een kinderstoeltje willen voor deze meneer. Kinderstoeltje? Natuurlijk. Kinderstoeltje komt eraan voor deze man. Even aan de kant, baby. Komt schuin hier zo. Oh ja, dat vind ik gezellig zo. Gaat u maar zitten. Jij ook op een tafelkleed, alstublieft. Ja, even aan de kant dan. Je bent een beetje dik. Zo ja. Ja, sorry. Wat willen jullie drinken? Oh, sorry. Ja, die heb ik, alsjeblieft. Oh, nee, wacht, nee, blijf maar zitten, baby. Hier, kom maar. Moet ik de mond open? Wacht even, ik doe het opnieuw. Alsjeblieft. Oh ja, heerlijk. Ik wil graag een watertje. Ja, maar een watertje ga ik regelen. Wacht, kom even. Kom maar even. Oh? Nee, kom maar. Kom maar, ik heb water voor je. Wat is dit dan? Kom, nee, kom maar. Ik heb water voor je. Ja, gezien. Hier, doe mijn mond maar even open. Welkom bij ons Zo, heel flesje vol. Hier, nou, kom maar. Hoppakee. Lekker. Willen jullie ook wat eten of? Ja, lekker. Wat staat er op het menu? Wat willen jullie? Ja, wat staat op het menu? Cake. Doe mij maar patat met poffertjes. Ja. En mayonaise en appelmoes door elkaar heen. Oké, en jij? Ik wil graag een pannenkoek met een schnitzel daarop. Ja. En daaroverheen gebakken garnalen met cola saus. Oh. Ja. En warme chocoladepuree. Oké, ga ik regelen. En een bordje bananenbladeren. Een bordje bananenbladeren komt erbij. Meneer, heeft u ook moedermelk? Wacht even hoor. Nee. Dat kan niet. Die wordt helemaal gek, hè? Yes, ik heb alles voor jullie. Echter is het een beetje verbrand, maar verder smaakt het allemaal lekker. Oh, lekker. Is dit ook bananen? Ja, ja, de bananenbladeren missen nog. Oh, shit, sorry. Alsjeblieft. Kijk, dank u, dank u. Alles naar wens? Smakelijk. Ik moet wel zeggen dat het... Dankjewel. Ik moet wel zeggen dat het restaurant over een minuut dicht gaat. Oh, heb je nog even. Ja. Nee, vooral jullie tijd. Roep maar als jullie klaar zijn. Huh? Nee, oké, is goed. Top. Nee, was leuk. Yes, yes. Dat kost dan 4 diamonds per persoon. Servicekosten is 6 per persoon. En administratie is 1 per persoon. Kan ook betalen in kool. Top, dankjewel. Graag gedaan. Ik wil nog wel even een recensie achterlaten. Kan dat? Ja, dat mag, dat mag. Je kool is vies. Ah, top, lekker. 5? Top, dankjewel voor je recensie. Geen probleem. Dat is de beste recensie die ik ooit heb gehad. Dus je gaat er nog geen achterlaten. Mag ik die Elytra even lenen? Ja, tuurlijk. Hier, je gelijk rockets. Ga wegvliegen. Huh? Oh nee. Oh nee. Oh nee. 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 Je hebt geen rockets. Waar ga je heen? Wacht, er staat een bordje met recensie. De opper deed alsof ik een baby ben. 3.4566 sterren. De opper. De opper deed alsof ik een baby ben. Ja, ik denk dat ik de baby maar even aan de moedermelk moet leggen. Yes, doe maar. Graag Elytra terugbrengen met de rockets, dankjewel. Justin! Justin! Nee! Wacht, vlieg erachteraan, je hebt de rockets. Oh ja. Oké, jongens, we zijn al een heel eind met de toren. Hij is echt al mega groot. Hij is wel echt heel vierkant nog en er zit totaal nog geen detail in. Denk nou niet van, nee Max, wat ben je aan het doen met je kerk? Waarom zo'n toren? Nee, maar het komt helemaal goed, jongens. Ik heb veel vertrouwen in dat het gewoon een leuke toren kan worden. Oké, dan is het nu tijd om wat details toe te voegen aan de muren. Want ja, die zijn een beetje kaal en zo. Er is ook niet zoveel aan. Dat wil ik doen door sowieso eventjes die pilaren omhoog te bouwen. Met daarin natuurlijk ook detail. Dat maakt het extra leuk. Alleen dan wordt hij wel nog breder, dus dan moet ik wel compenseren in het midden. Maar als de toren details heeft, dan is het niet zo erg dat het een megatoren is. Oké, jongens, ik ben van alles aan het doen. Enige nadeel is dat het ook zometeen aan alle andere kanten moet. Maar kijk eens even aan, hè, let op. Zo het begin daarvan alleen al, dat ziet er toch zoveel beter uit. Imagine dat de hele toren dat aan alle kanten heeft. En dan ook nog eens zometeen daar veel groter glas in. En dan ook nog een soort mooi puntje erop en zo. Ik denk dat het dan wel echt gewoon matchend is en beter dan nu. Kijk, als we gewoon even dat vierkante saaie gedeelte een beetje wegdenken. En alleen maar, wat ook vierkant is natuurlijk, maar met vol met details daar bedenken. Ik denk dat het dan wel heel leuk gaat zijn. Nog 2 mooie dunne ramen hier zo. Details misschien een archie, dan bovenin ook nog zo'n boogje. Zo, weet je wat? Dit is hoe het er nu uitziet. En dit is hoe het er zo meteen uitziet. Boom! Zoals dit. En, ja, er zit veel meer detail in. Er mist natuurlijk nog gewoon letterlijk een normaal dak erop en zo. En aan alle kanten daar moet ook nog heel veel gedaan worden. Waardoor je nog meer dieptegevoel gaat krijgen. Dieptegevoel. Maar ja, daarvoor, zoals ik al zei, moet er eerst nog een dak op en de andere kant ook af. En jongens, dit is zoveel werk, hè. Oh, wat kost het veel werk weer. Het is niet te geloven. Moet je zien hoe weinig er eigenlijk nog gedaan is. Wat het verschil is met die muur, gewoon nog niet gedetailleerd. En die muur wel gedetailleerd. Ja, ik krijg wel een beetje het gevoel hoe het eruit kan gaan zien zodra die af is. Dus bij deze laat ik het afmaken. En dan laat ik jullie zo meteen het resultaat zien. Het is nu 8:50. Zoals je kan zien. En dan zien jullie hoe laat het is als ik klaar ben. Met de complete detaillering van alle kanten. Ik ga het dak nog niet maken. Tot zo. is inmiddels 10 voor 10. Dus het valt mee hoe lang ik erover gedaan heb. Ik heb er in totaal een uurtje over gedaan. Ik had er echt langer verwacht, om eerlijk te zijn. Maar moet je zien, jongens. Die hele toren heeft gewoon detail. Alles in de toren nu is gewoon klaar. Behalve dan het dak dat er natuurlijk op komt. Want er komt nog, hij wordt nog hoger en dunner. Maar in principe is de basis van de toren is nu gewoon af. En oh my days, wat ben ik er blij mee, hé. En wat is het een verschil met dat het eerst was ook als je binnenkomt. Het oog gewoon zoveel meer af al. Puur omdat er een toren vanaf deze kant in zit. Ik ben er zo blij mee. Oh. Die reviews ook. De opper deed alsof ik een baby ben. En heel weinig sterren. En die van Robin is gewoon kool lekker, ja. Ja, top. René die is ook een bijenhuis aan het maken. Daar gaan we heel even langs om te spieken wat het nou is. Want zij heeft natuurlijk allemaal bijtjes van mij gekregen. Maar waar is zij de bijenhuis aan het bouwen? Moeilijk te vinden. Oh, kijk hier. Ah, gevonden, jongens. Ah, wat leuk dit, hé. Oh, maar deze René is ook echt een leuk bijenhuis aan het bouwen. Hier komen al haar bijtjes. Nou, dit ziet er leuk uit, René. Goed bezig. Allemaal bijtjes komen hier uiteindelijk in. Zo, laten we dan weer terugvliegen naar huis. Om dan alleen maar eventjes te kijken naar... Ja, daar is hij, hoor. De kerk. Oh, kunnen jullie het al voor je zien, jongens? Er moet echt een dak op die toren. Daar heb ik zoveel zin om die ook gewoon volgende aflevering mee te maken. Want ja, jongens, jullie horen het goed. Het is het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat gedaan hebt. En like even de video. Reageer even wat jij het leukste gebouw vindt in heel ContentVeen. Moet je wel voor reageren, hè? En dan nu spreek ik laatst glaasje hart op het 4. Kijk ook deze video, want deze video is het vorige ContentVeen deel. En hier heb ik een bijenhuis gebouwd, hè? Het was erg leuk. Mooie video. En nu spreek ik laatst glaasje hart over 4.